En jullie hebben ook een buitenverblijf in Spanje. Nu dat het weer hier zo slecht is, denken jullie soms ook niet van, ah, zouden we daar niet beter permanent gaan verblijven? Permanent verblijven, dat zou ik niet kunnen. Van, ik vind het heel erg leuk om daar naartoe te gaan. En het is een beetje onze tweede thuis, zeg maar. Als we daar naartoe gaan, alles is daar. Onze kledij, wat we ook nodig hebben, alles is daar. Dus op die manier is het gemakkelijk. Maar ik moet eerlijk zeggen, zo na 2-3 weken, als ik daar ooit maar nog zo lang zou kunnen zijn, heb ik toch altijd de goesting om terug te keren naar Vlaanderen. Omdat ik, anders mis je de familie, de vrienden, mis ik de garnalen, mis ik de mosselen en van die dingen. Dus ik kom graag naar Vlaanderen terug. Ja. We hadden het ook al eventjes over jullie theatertour, die je ook samen met Luc doet. Die is heel fijn. Zijn er zo nog plannen om samen eventueel iets te doen naar muziek of theater of productie? Goh, wel, die theatertour gaat nu door tot zeg maar in februari volgend jaar. En daarna gaan we wel zien. Ik beplan er nooit te lang vooruit. Want nu in het najaar, in september, komt er een driedubbel cd uit met een LP met allemaal nieuwe liedjes. Dus dat is ook wel mooi vooruitzicht. Spannend ook wel, hè? Ja, heel leuk ook. En kan je altijd mensen weer nieuwe dingen laten horen. En voor de rest, ja, dat zien we wel. Maar als we daar heel veel zin in hebben, nog volgend jaar, misschien, we zeggen nooit. Dankjewel, Bert. Dankjewel.